Hallo, welkom bij de paasworkshop van Blom op de Jarina. Is het alweer Pasen? Wat lijkt het geleden kerst? En nog steeds niet helemaal normaal, dus nog één keer online. Geeft niks, we gaan er weer wat moois van maken. Jullie hebben allemaal een tas met benodigdheden gekregen. Er zit oase in, een schaal, er zitten takken in, er zitten bloemen in, blaadjes, vogeltjes en veertjes, eitjes, krammetjes, stokjes en bloembolletjes. En bos. Dan gaan we zo beginnen. En dan gaan we eerst op de oase in een natte tel of emmer gooien. En laat dan de oase goed drinken. Zodat het goed volgezogen is en dat het goed, de bloemen goed water op kunnen nemen. Als ze goed nat zijn, plaats je ze op de schaal. Duw je ze even aan op de schaal. En dan gaan we even een ronde rand snijden van de oase af. Op deze manier. Zodat hij mooie ronde kanten krijgt. Dan kan je er straks wat makkelijker in steken. En dan maken we ook al gelijk een mooie basis om te steken. Zo. Op deze manier. Als we dat gedaan hebben, gaan we met het mos verder. En dat mos leggen we rond de oase. Verdeel het een beetje mooi. Mag best ietsje oversteken, maar niet te veel. Want je moet straks wel goed kunnen steken. Maar wel dat het mooi bedekt is. Snelle meters. Snel klaar zeggen ze wel eens, maar zo is het toch niet helemaal. Als je dat er goed mooi rondomheen gedaan hebt, pakken we touw. Er zit ook touw in uw tas. En het touw draaien we even om het mos. Dan maken we even een knoopje. Aan het eind. En dan draaien we dat nog even weer om het mos heen. Het touw mag best gezien worden hoor. Dat je het een beetje mooi eromheen draait. En dan maak je het nog een keer vast. Met een knoopje. Zo blijft het mos een beetje op een goede plek. Nou, denk je nou van nou dat weet ik niet. Dat zit me helemaal niet strak genoeg. Zitten er altijd nog van die ijzeren krammetjes in je tasje. En kan je ze her en der een paar krammen ertussen steken. Zodat het mos op de goede plek blijft. Nou, dan hebben we de basis van het stuk klaar. En dan beginnen we met de kersenbloesemtakken. Dat zijn de dikkere takken die in je pakketje zitten. Dan ga je ze aansnijden. En dan ga je ze kriskras qua hoogte in de schaal prikken. Maakt niet uit hoe, maar gewoon een beetje kriskras. Laat altijd wel de vorm van het steeltje, van de tak, meelopen naar de binnenkant van de schaal. Dus als hij een beetje krom is, niet naar buiten schikken. Altijd zoals zo'n krommige tak, altijd mooi naar binnen. Zodat hij meeloopt met de lijn van de schaal. Gebruik het hele bosje. Sommige takken kan je in tweeën delen, dat je net even wat meer nog hebt. Zo. En dan komen we bij de berkentakjes. En op die gaan we kriskras verdelen over de oase. En ook weer alles naar binnen gericht. Lekker vol. Het mag echt wel een takkenbol worden. Draaien. Ook kleine takjes kunnen erbij in. Gewoon lekker prikken. Dat het ook lekker de oase bedekt. Takken horen een beetje bij nestjes maken van de vogels, bij Pasen. Vandaar dat we dit zo op deze manier doen. We maken eigenlijk één groot
nest. Ja, als je de takjes dan verdeeld hebt, ziet het er zo uit. Dan gaan we beginnen met de bolletjes te verwerken. En dat doen we als volgt. Bolletjes zitten in een potje. Haal die uit het potje. En dan draai je de bolletjes in één keer onder het bolletje van het grond en de wortels af. De kracht zit in het bolletje. Dus hij bloeit, gaat straks gewoon bloeien. En zeker als het kontje op de oase komt. Maar een bolletje heeft eigenlijk niet veel water nodig. Dat groeit uit zichzelf verder. Dat is eigenlijk al volgetrokken. Dan zitten in je tasje zitten kleine cocktailprikketjes. Die duw je onder in het kontje van het bolletje. En dan verdeel je ze ook her en der tussen de takken. Zodat ze straks mooi gaan bloeien. Met de nassesjes in zitten en er zitten witte druifjes in. Maar als dat straks er mooi straks tussen gaat bloeien, komt daar ook nog weer bloei van tussen de takken. Dat is wel een mooi zicht. Nou, ik had al even een paar witte druifjes snel even op een stokje gezet. Zodat ik voor jullie even wat sneller kan. Jullie hoeven natuurlijk niet zo snel. Doe het rustig aan en geniet ervan. Zo. Verdeel gewoon een beetje leuk speels. Dit is een stuk wat niet te precies moet. Je moet het echt een beetje speels doen. Kijk, zo zijn de bolletjes verdeeld over de schaal. Ja, en dan gaan we beginnen met de snijbloemen. En dan beginnen we met de Gaspedia bolletjes. Dat is een heel leuk bolletje. Blijft ook heel lang mooi. Je kan hem zelfs indrogen. En die zetten we ook weer tussen de takken. Ook kriskras, niet te precies kijken. Verdeel ze er mooi tussen. Ook daar de vorm, als hij een beetje rond loopt, naar binnen. Zo, dan heb je een beetje dit effect. En dan pakken we de zuidenwindlelies. Ook die staan lekker lang, dus dat is wel heel leuk. Krijg straks, als de bolletjes ook opkomen, krijg je een en al bloei van het gele Gaspedia bolletjes, de geel van de nassesjes en het witte zuidwindlelietje. Dan het witte druifje er weer bij tussen. Dus het wordt echt een beetje een mooie, zacht geel-witte combinatie. Ook die weer kriskras. Verdelen over de schaal. Nou, dan hebben we de Gaspedia bolletjes en de zuidenwindlelies ertussen. En dan heb ik ook weer andere blaadjes erin gedaan. Die ga je proberen zo her en der op het oase wat je ziet ertussen te prikken. Dat is weer ietsje moeilijker, want dan moet je even met je vingers een beetje ertussen. Gewoon een beetje speels. Ook dat niet te precies. Maar dat er net even een glad stukje tussen het mos komt. Geeft een heel mooi structuurtje ertussen. Dus dat is dan wel leuk. Zo. Zo. Nou, als dat ertussen zit, kunnen we met de bloemen beginnen. Heb je nou hele grote glazen, grote gaten, dat je nog oasen ziet, dan kan je ook altijd nog met je beetje mos wat je over hebt, kleine stukjes eventjes snel wegmoffelen. Maar maak het je niet te moeilijk. Prop hem niet helemaal vol met mos, want dan kan je straks de steeltjes van de snijbloemen er niet in kwijt. En dan is dat moeilijk steken. Zo. Ik begin met de roosjes. Als je een roosje hebt, ze altijd goed schuin aansnijden. En je snijdt ze altijd goed schuin af door naar je toe te snijden. En dat je een zo groot mogelijke snijwond krijgt, zodat rozen altijd goed kunnen drinken. Dat is bij rozen erg belangrijk. Snij je rozen niet goed aan, komt er een luchtbal in de stelen, gaat het kopje hangen. Dus dat is altijd wel eventjes goed om te weten. Dat is in boeketten ook zo. Mensen doen vaak met een tangetje als ze ze krijgen. Maar dat is ontzettend slecht voor bloemen, omdat je eerst de steel dichtknipt voordat de bloem weer open gaat. Zo kunnen ze gewoon heel slecht drinken.
Verdeel de roosjes waar jij ze wil. En ook de gerbraadjes. De gerbraadjes altijd wat moeilijker steken. Omdat het een zachte, een harige steel is. Dan kan je even met je eind van de steel even een gat maken in de oase. En daar pluk je hem precies in. Dan knak je nooit het steeltje dubbel. En zit hij altijd precies gelijk op de goede plek. Het kan ook zijn dat er hier verkeerd gele gerbraadjes zit, maar dat maakt op zich niet uit. Het komt op hetzelfde principe. Bloemen kunnen soms iets afwijken van wat ik hier laat zien. Goed, als we de gerbraadjes en de roosjes geplaatst hebben, dan hebben we in principe de hele basis voor het stuk klaar. En dan gaan we versieren met een vogeltje en een eitje en wat veertjes. Nou. Kijk, het is altijd belangrijk om een goede tang en een schaar erbij te hebben. Want die stokjes die zijn vrij dik. Dus die moet je dan ook echt eventjes mooi aanknippen. Nou, ik kies ervoor om de vogeltjes een beetje in het midden te doen. Je kan hem er ook uit laten steken. Ik vind het leuk om in het midden, dat ze mooi met elkaar keuvelen. Beetje fantasie. Even wat veertjes erbij. Nou, en dan kan je de kwartel-eitjes gebruiken. En die kwartel-eitjes kan je ook weer of op een cocktailprintje zetten in het gaatje wat onder zit, dat die daarop blijft hangen. En die verdelen we ook her en der tussen het stuk. Je kan ze ook altijd op een stokje, op zo'n stokje wat je als afval hebt van de vogeltjes doen. Als hij blijft hangen, als je het dan vervoert, kan hij ook nooit weer uitvallen. Hè? Dan blijft het altijd op zijn plek. Maar vind je het leuker om ze los langs de rand te leggen, dan is het uiteraard ook prima. Als het in het midden kan je er zo tussen leggen. Dus als je ze dan een beetje mooi verdeeld hebt over het stuk. Dan is het genieten. Er zit nog een stukje schors in. Als je dat leuk vindt, knip je dat met een schaar of met een tangetje in kleine stukjes. En dan is het voor het natuurlijke effect gewoon leuk als je dat zo kriskras nog ergens tussen zet. Spreek dus even voor het natuurlijke effect. En dan is in principe het stuk klaar. En dan mogen jullie trots zijn op het resultaat. Vergeet niet te genieten van de lekkere chocolade-eitjes met een lekkere kop koffie of een lekker glas wijn. En van het stuk. Om het stuk lang goed te houden, geef het elke dag wat water, zodat het goed nat blijft. Daar heb je het langst plezier van. Mochten de bloemen nou wat eerder uitgebloeid zijn, kan je natuurlijk weer gewoon even nieuwe ertussen steken. Ik wens jullie alle hele fijne paasdagen, heel veel plezier van het stuk en tot ziens bij Bloemboetiekje Rina.